En waar wilt u naartoe? Allemaal met scootmobiel? Ja, weet ik nog niet. Nee. We hebben wel een keer aan de stad zo getrokken. Ja. Dat zou ik denk wel geweest zijn. Ja. Mag ik hier heel even stoppen? We gaan hier van de drempel af. Weet u nog wat er belangrijk is bij de drempel op en af? Niet aan de kant, niet. En rechter vanaf. Ergotherapie is een therapie gericht op het praktische dagelijks functioneren van cliënten. Hè? Ja. En sturen maar. En wij helpen daarbij om weer zo zelfstandig mogelijk thuis te kunnen functioneren. Ongeacht wat iemand voor beperking heeft, het gaat erom wat diegene zelf als probleem ervaart in zijn dagelijks handelen. Ik kan niet altijd lopen. Maar als ik zomaar een stuk van die straat moet lopen, dan ben ik een stuk mee klaar. En daarvoor wil ik het scootmobiel aanvragen. En waar verheugt u zich het meeste op, wat u dan weer kunt doen? Wat zou u ik kan zo aan de stad kan rijden of zo. Kan ik even zwijgen. Maar niet als ik binnen zit, dat is ook niks. Dat is wel een beetje gek, hè, met, met de hobbels. Ja. Ja. Okay, dan moet een jaar te rijden op. Nee, vind ik gelijk gewoon tijd niet meer winnen. Maar u heeft rustig gereguleerd met de snelheid, dus dat is hartstikke goed. Wat ik aan u wil vragen is om deze lijst in te vullen en alles op te schrijven wat u op een dag doet. Want hoe laat staat u bijvoorbeeld altijd op 's ochtends? Nou, 7 uur, want het moet van mijn pil. Dan moet u de eerste pil gaan innemen. Ja, ja. Nou, dan schrijft u hier bij 7 uur dat u opstaat. Dan vult u daar een 1 in. Als u moe bent, dan vult u. Waarom bemoeit een ergotherapeut zich met een agenda? Omdat mensen soms moeite hebben om er dag goed in te delen. En vaak blijkt dat, dat mensen te veel doen op een dag. En dat het te vermoeiend is. Dat mensen overbelast zijn, oververmoeid zijn. En wij proberen ze dan door middel van soms agendatraining goed te leren omgaan met de energie die ze hebben. Mijn advies is om dit regelmatig op de dag in te vullen. Je planning beter maken. En wat meer duidelijk aan jezelf denken. Voordat je gaat draven. Als u zich nu een dag in de geest, voor de geest haalt die u, wat u heel veel energie kost, waar u heel moe van bent. Nou, ja, inderdaad, als er veel meerdere dokters bezoeken of andere verplichtingen. Het doel van ergotherapie is om mensen zo goed mogelijk de dag door te laten komen, zo zelfstandig mogelijk dat te doen. En als mensen natuurlijk oververmoeid zijn en te veel van zichzelf vergen, dan lukt het niet allemaal om het te doen. Die laatste jaren die je hebt, weet je, dat je die verstandig doorbrengt. En dat je niet te veel zorgen op je nek haalt die niet nodig zijn.